uit Meester Jaap maakt er een puinhoop van het verhaal Meester Jaap en de gebakken peren. Na de middagpauze komt Rachida opgewonden de klas binnen. Het kettinkje was er nog, roept ze. Meester Jaap steekt zijn duim op. Rachida had het kettinkje een tijdje geleden in een etalage zien liggen en wilde het kopen voor Moederdag. Het was best duur, dus begon Rachida te sparen. Iedere dag liep ze even langs de winkel om te zien of het kettinkje er nog lag. Vandaag heeft ze het eindelijk kunnen kopen. Lenneke roept, laat zien! Toen Rachida vorige week ziek was, was zij steeds voor haar vriendin in de etalage gaan kijken. Rachida maakt een doosje open. Er zit een zilveren kettinkje in met een hartje eraan. Gaaf, zegt Lenneke. Het was wel spannend, zegt Rachida. Ik was zo bang dat het al verkocht zou zijn voordat ik genoeg gespaard had. Tessa zegt vals. Wat een stom gedoe om zo'n dom kettinkje. Ik had dat ding meteen gekocht. Ik hoef niet te sparen. Waar slaat dat nou op? Roept Lenneke verontwaardigd. Dat jij toevallig een vader met poen hebt en dik zakgeld? Verwende Trien! Tessa springt woedend op en geeft Lenneke een klap. Dan vliegen de twee meiden elkaar aan. Rachida stort zich ook in de strijd en begint Tessa aan haar haren te trekken. Goed zo, krijgt Kevin. Lekker knokken! Pak haar, Rachida! Schreeuwt Jelle. Meester Jaap komt erbij en duwt de meisjes uit elkaar. Einde gevecht! 2-1 is gemeen. Lenneke schreeuwt, dat stomme kind. En Tessa en Rachida beginnen te huilen. Iedereen op zijn plaats, commandeert de meester. Het duurt even voordat het stil is. Tja, zegt meester Jaap, daar zitten we nou met de gebakken peren. Edgar schiet in de lach. Wat voor peren, meester? Dat is een uitdrukking, legt meester Jaap uit. Als iets helemaal mis is gegaan. En wat doen we nou met die peren, meiden? Vraagt Jelle. Meester Jaap zucht. Ik vind het hartstikke goed van Rachida dat ze gespaard heeft voor een moederdag cadeautje. Dus die opmerking van Tessa was erg flauw. Maar ja, dan hoeft Lenneke niet meteen te gaan schelden. Ineens begint Rachida weer te huilen. Wat is er? Vraagt meester Jaap. Wanhopig laat ze het doosje van het kettinkje zien. Leeg. Verbaasd kijken de kinderen elkaar aan. Gepikt, roept Bart. Iedereen kijkt naar Tessa. Meester Jaap grinnikt. Nou, dan is Tessa wel heel erg knap. En vechten en ondertussen ook nog even een kettinkje achterover drukken. Daar geloof ik toch helemaal niks van. Zo, nou hebben we 2 porties gebakken peren, zegt Edgar. De meester staat op. Dat kettinkje moet op de grond gevallen zijn. Vanuit zoeken allemaal. Even later kruipen meester Jaap en zijn groep over de grond. Het kettinkje is nergens te vinden. Totdat Edgar in zijn rugzak kijkt. Die staat open naast zijn tafeltje. Triomfantelijk haalt hij het kettinkje eruit. De gebakken peren, roept hij, tijdens het gevecht erin gevallen. Iedereen haalt opgelucht adem. Voor allemaal een gebakken spekkie, roept meester Jaap. Op de goede afloop.